Ik heb een trapnaaimachine, dus het kan niet uit de tweede helft van de 20e eeuw komen. Een veel voorkomende gedachte is dat een handaangedreven machine niets anders kan. En een trapnaaimachine kan ook niets anders. Grofweg zijn er twee aandrijvingen mogelijk. Een slinger, direct bevestigd aan het balancewiel, of een aandrijving met een band. Nou hoor ik je nog over een derde roepen, maar ik kom bij je terug. Vrijwel alle balance wheels hebben een gleuf voor een aandrijvenband. Vanuit het voetpedaal kan een lange band naar de naaimachine lopen, maar dat zou zomaar ook een motor kunnen zijn, want onder het balance wheel zie je iets uitsteken. En het heeft een schroefgat. Daar kan je het slingermechanisme aan bevestigen, maar je kan er ook voor kiezen om er een motor aan te hangen. Zoals deze. Die is met een kortere band gekoppeld aan de machine. Je kan een naaimachine kopen met een oude motor, maar je kan ook natuurlijk een gloednieuwe motor kopen en die eraan koppelen. Lekker simpel. Of een model kopen met een kniepedaal in plaats van een voetpedaal en dan de machines verwisselen. Oh ja, die ene afwijking van de aandrijving waar we het net nog over hadden, de zogenaamde potted motor die rechtstreeks aan de tandwiel gekoppeld is. Singer maakte miljoenen naaimachines, allemaal erg prijzig. De ene wat duurder dan de ander en een motor was wat duurder. En in een periode dat niet iedereen stroom had, waren het vooral de niet-elektrische modellen die het meest verkocht werden. En nu weet je het, van vrijwel iedere naaimachine kan ik de aandrijving veranderen. De bekende uitzondering is echter model 27 en 28. De spoelwinden onderin zit de aandrijfband in de weg. Vandaar de modellen 127 en 128 met de spoelwinder bovenin. Voor meer informatie over Singer naaimachines zoek even verder op dit kanaal. Dankjewel voor het kijken.